Ja, Sander Stomp, co-founder, CEO Kickstart AI. Welkom in onze cyberstudio in Hilversum. We gaan het hebben over Kickstart AI, de missie, de visie, de ambitie. Maar vooral ook ja, even duidelijk maken, wat is Kickstart AI precies? Ja, leuk om hier te zijn, Remy. En ja, Kickstart is een non-profit, een stichting, opgericht in 2022. Maar eigenlijk een initiatief wat al uit 2019 stamt. Waarbij wij met een aantal bedrijven en de CEO's daarvan rondom een dinertje tegen elkaar zeiden van jongens, we moeten zorgen dat we veel meer gaan doen in Nederland met AI. Want we lopen achter. En als je kijkt naar Nederland zijn we super innovatief. We hebben hele gave research instituts. We hebben ontzettend veel mooie bedrijven ook. ASML, andere grote bedrijven in Nederland. Maar als je ziet wat we doen met AI, ja, dan is het wel heel gaaf. Maar we lopen achter, we moeten sneller. Om te zorgen dat we ook over een paar jaar bij de top blijven horen van de wereld. Waar lag dat aan en hoe proberen jullie dat nu op te lossen? Nou ja, wat je eigenlijk ziet, en dat zie je bijvoorbeeld ook een recente techleap die daar aandacht aan besteden. We hebben bijvoorbeeld in Nederland ontzettend veel start-ups. Echt mega veel. Dus we hebben per miljoen mensen in Nederland hebben we meer start-ups dan in Amerika bijvoorbeeld. Dus je kan zeggen, we lopen voor. Als je dan kijkt hoeveel van die start-ups het voor elkaar krijgt om ook een skill up te worden, dat zijn er dan weer bedroevend weinig. Dan staan wij echt helemaal onderaan. Als je kijkt naar AI, dan zijn wij ook in staat om ontzettend goede papers te produceren. Dus we staan ook in mooie lijstjes overal ter wereld. We hebben echt wel ook hele mooie innovaties gebracht in dit veld. Nederlanders ook zelf, maar ook mensen die vanuit de rest van de wereld hier naartoe komen. Maar dat op grote schaal toepassen, echt waarde creëren en zorgen dat iedereen, ook de bakker, de slager, de NGO's, et cetera, het gebruiken. Ja, daar lopen we echt achter. Dus het doen op grote schaal, dat doen we niet goed. En daarnaast, als je dan kijkt naar plekken op de wereld waar je echt een hub hebt. Nou, jij komt daar net vandaan. Je hebt net natuurlijk zelf een reis gemaakt om te kijken hoe gaat dat eigenlijk op die plekken? Wat gebeurt er allemaal? Dan zie je dat iedereen kent elkaar. Iedereen ontmoet elkaar heel veel. Daar is het heel normaal. Wij denken hier van, ja, jeetje, 2 uur rijden van Amsterdam naar Eindhoven. Ja, dat is wel heel ver. Dus we ontmoeten elkaar niet. En wat je ziet in Toronto of Tel Aviv of Austin of Palo Alto, iedereen kent elkaar. Iedereen heeft bij elkaar, met elkaar gewerkt en weet ik veel wat. En dat missen we ook in Nederland. Dus echt met elkaar samen één community zijn, maar vooral dingen doen. Ja, dat is echt iets wat we meer moeten doen in Nederland. En waarom is het zo belangrijk? We kunnen ook zeggen, nou ja, weet je, dan hebben we de boot maar gemist. Ja, maar ja. Joh, luister, AI, dat is de toekomst. En niet per se omdat ik er middenin zit, maar AI gaat ons leven vormgeven. Alle aspecten van ons leven, daar zit zometeen AI in. Het wordt, je zou kunnen zeggen, het is net als het is wifi, wat we nu overal hebben, of 5G. Of gewoon de lucht die je inademt, of stroom uit het stopcontact. Nu is het echt, iedereen heeft het erover, het is een enorme hype. Maar wat er mee gaat gebeuren is, het is straks overal. Dat betekent dat ons leven van onze, ik heb 2 kids, het leven van onze kinderen er ook door beïnvloed wordt. En we moeten zorgen dat dat dus een positieve invloed is. En ook dat wij als Nederland aan het stuur zitten van hoe die toekomst eruit zit. Want als je dat niet doet, ja, dan gebeurt het, dan overkomt het je. En dat moet je niet willen. Je moet zelf aan de slag. Nu bestaat Kickstart AI uit een aantal hele mooie partners. Grote Nederlandse koplopers op dit vlak. Ja, die echt hun krachten hebben gebundeld. Dat is best wel uniek, toch? Ja, nou ja, het is inderdaad in ieder geval, of het uniek is in deze is space zeker. Ik denk dat het wel vaker is dat grote bedrijven elkaar vinden door verschillende rondom research bijvoorbeeld, et cetera, om met elkaar samen grote dingen te doen. Wat er denk ik uniek aan is, is dat deze bedrijven al heel lang bezig zijn met AI. Ver voordat voordat we het AI noemden eigenlijk. Hè, dus om het maar anders te zeggen, wiskunde en statistiek op hele grote schaal toepassen, geautomatiseerd overal. Maar wat ik zo interessant vind van het werken met deze bedrijven, is dat we gezamenlijk 100.000 mensen in dienst hebben. Dat er miljoenen mensen elke dag klant zijn. Dat er ontzettend nog veel meer leveranciers betrokken zijn. En
mijn missie van Kickstart, onze missie is om de adoptie, het doen van AI, om dat te versnellen. En wat voor betere manier is er dan als al die honderdduizenden medewerkers en al die miljoenen klanten via die grote bedrijven daarmee in aanraking komen. En ook als die grote bedrijven het op een positieve manier doen. We hebben net de eerste uitzending gehad van Cybersessies AI, waarin je zag hoe Albert Heijn het gebruikt om voedselverspilling tegen te gaan bijvoorbeeld. Daarmee praten we ook niet over ethiek, et cetera, maar we doen het. Ja, en dat is ook belangrijk. Dus het is superbelangrijk dat die grote bedrijven, die kunnen ook voorloper zijn en voortouw nemen in hoe ziet ethische AI er nou uit? Hoe ziet positieve AI er nou uit? Ja, en ik vind het heel mooi om die krachten te bundelen en om dan samen te gaan, om samen te werken. Tot slot, waar gaat dit heen? Wanneer is jouw missie geslaagd? Ja, eigenlijk als elke bakker in Nederland dezelfde technieken kan gebruiken, bijvoorbeeld die Albert Heijn ook gebruikt. Dus dat je als horeca-medewerker, of als horecabaas, dat je gewoon weet hoeveel klanten krijg ik morgen. Dat je daarop kan inspelen. Dat iedereen in Nederland, of je nou bij een non-profit of een NGO werkt, of je bent een kleine ondernemer, of je bent grote ondernemer, of je bent wil een start-up beginnen, dat het heel normaal is om hier met elkaar echt op het allerhoogste niveau AI te gebruiken. En dat we daarin voorlopen als Nederland ten opzichte van de rest van de wereld. Ja, ik vind het een waanzinnig goede en belangrijke missie. Geweldig dat jullie dit doen. Dank je wel voor je toelichting vandaag. Cool. AI.